Mijn naam is Deva Dissilier. Ik ben nu 29 jaar oud en ik woon sinds al bijna 3 jaar weer terug op Curaçao. Ik ben hier geboren en getogen. Mijn kinderjaren heb ik in Nederland gewoond en mijn studietijd heb ik in Amerika in New York gewoond voor bijna 9 jaar. Verder hou ik veel van lezen, dansen en dat ben ik. Nou, nu ben ik directrice van een stichting, die heet Curaçao Cares. Curaçao Cares is een steunpunt vrijwilligerswerk en ons doel is om ons sterk te maken voor vrijwilligerswerk. We promoveren vrijwilligerswerk, we faciliteren dat vrijwilligers in contact komen met sociale organisaties. Maar we ondersteunen ook bedrijven die in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, veel meer willen doen voor de gemeenschap. Dus we rollen elk jaar enkele projecten, grote projecten uit. Maar we werken dagelijks ook aan zorgen dat mensen weten waar ze hun tijd, kennis en talenten in kunnen zetten. Om zo onze gemeenschap natuurlijk verder vooruit te helpen. Ik heb ook mijn eigen bedrijf, die heet Eureka. En met mijn eigen bedrijf doe ik vaak doe verschillende dingen. Ik schrijf, vertaal in het Engels. Ik doe ook lectures en evenementen, dus dat doe ik dagelijks. Nou, mijn studieloopbaan was anders gegaan dan verwacht. Ik studeerde aan het MIL, mijn middelbare schoolcarrière, en ik zou in Leiden recht gaan studeren. Uiteindelijk ben ik als model in Amerika beland. Na een tijdje dat gedaan te hebben en de wereld gezien te hebben, ben ik wel in Amerika naar school gegaan, want ik was eenmaal daar en er waren veel mogelijkheden. Ik wilde ook mijn tijd daar benutten. Ik ben bij Columbia University in New York beland. Daar heb ik bestuurskunde en internationaal recht gedaan, met de focus op mensenrechten en migratie onder andere. Political science, human rights, zegt ze dan in het Engels. Het was een fantastische tijd. Ik heb geen enkel spijt dat ik de keuze heb gemaakt om mijn studie in Amerika te doen. Wat ik ook daar heel interessant vond, is naast de studie, gewoon de boeken en de lessen, waren heel veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Seminars en workshops en mensen die komen praten en activiteiten, groepen waar je betrokken mee kan zijn. En dat vond ik geweldig. Ik weet dat het ook zo is in andere landen, dus dat is vooral ook een tip aan alle studenten om goed gebruik te maken van al de mogelijkheden die je school jou biedt. Nou, ik wil alle studenten vooral oproepen om naar de studie- en beroepenmarkt te gaan. It's time to get inspired. Je staat nu voor een hele belangrijke keuze die je moet maken. Waar wil je gaan studeren? Wat wil je gaan studeren? Dus nu is het tijd to get inspired, get information. Jezelf goed informeren wat de mogelijkheden zijn, zodat je ook voorbereid kan beginnen aan een nieuwe periode van je leven. Tot dan!